Leuk dat jullie weer kijken. Hallo, mijn naam is Mark Meerbeek. Vandaag hebben we een primeur. Vandaag zijn we begonnen met de Last Minute Summer Sale. Dat betekent de allermooiste, beste modellen, kort voor de zomer, volledig compleet, voor speciale prijzen. En we hebben een paar toppers bij staan. Onder andere het merk Adria. Als we daar naartoe kijken, zien we het merk LMC zien we staan. Vent zien we staan. LMC, Hobby. Echt allemaal nieuwe modellen die staan te popen om op vakantie te gaan. Hier heb ik een mooi model, dat is toevallig de caravan van het jaar 2023. De Adria Altea 492 LU. Uniek model. Twee aparte bedden, royale zit, toiletruimte en een mooie keuken. Ik ga hem nu even laten zien. We beginnen aan de voorkant van de caravan. Loop eens even mee. In de doos, neer we noviteiten, zit eigenlijk onder de caravan. Dat is helemaal nieuw. Kijk, dit is het nieuwe Vario X-chassis. De Adria Altea modellen die zijn dus gebouwd op het Adria X-chassis, Vario X-chassis. De reden daarvan is lichtgewicht. Ze wegen circa 27 kilo lichter dan een traditioneel chassis. En ja, hij is net zo sterk. Dat is wel heel erg gaaf. Modern chassis. Buitenkant. Voor- en achterkant hadden we natuurlijk al van hagelbestendig materiaal, polyester materiaal. Maar nu ook de volledige zijkant. Dus je kent het, is gewoon helemaal glad. Als je hem gepoetst afgeleverd krijgt, is het ook wel leuk om hem zelf eens een keer te poetsen. Maar het is gewoon goed te doen. Dat hij dus gewoon mooi glad afgewerkt is. Mooi strak. Geen kitresten. Hij is helemaal in elkaar gelijmd. Ook met een mooie tintrail die erin zit. Uiteraard een groot voorraam erin. Adria houdt van licht. Dus we bezuinigen hier nergens op. Alles zit er gewoon in. Dan loopt er aan de zijkant hangers. Dan valt dus aan deze kant ook een mooie sticker die erop zit. Toegangsdeur, tweedelige deur. Super gaaf, is makkelijk te bedienen. Uiteraard voorzien van een Frisé houtdeur die ingebouwd is. En dan hier nog een heel mooi detail. We gaan nog eens even kijken naar de achterkant. Dat zijn de nieuwste achterlichten van de nieuwe Altea-serie. Die zijn eigenlijk gekopieerd uit de Adora-serie. Dus een mooie, duidelijke ledverlichting die mij heel goed aangeeft op het moment dat je op de weg rijdt en de achterlichters heel goed kunnen zien. Dat is super uitgerust. Even terug naar die voorkant op je. Die distelplek is ook compleet benieuwd. Die hebben ze veel groter gemaakt. De reden daarvan is dat die toegankelijkheid veel groter wordt. Kijk, hij kan bijna volledig open. Je hebt geen inbeurdrempel. Reserve zit een standaard bij dit pakket. Mooie distelafdekken zit erop. En dat Vario XCC heeft ook standaard de stabilisator erop zitten. De standaard van auto. Nou, zo binnen aangaat het mooie grote voorraam zit er natuurlijk in. Er is heel veel lichter bij de binnenkant. Hij loopt mooi ronddoor. En dan komen we hier aan de zijkant. Dan zie je eigenlijk een hele mooie noviteit van het Meerbeekje all-inclusief pakket. Dat is de Enduro 505 FL Move. FL betekent Finding Level. Finding Level betekent altijd waterpas op de camping. Dat is ideaal. Het tweede mooie item voor deze caravan is dat Thule Luifel. Thule 6300. Zit er standaard op bij het Meerbeek actiemodel. Uitval 2,5 meter, royale uitval. Mooie grote afmeting, sluit perfect aan. Is met de Adria Adapter Set gemonteerd, waardoor de caravan dus niet breder wordt. Dat hij dus gewoon op het dak van de caravan zit. Ja, dat is ook een geweldige noviteit eigenlijk. Dat zijn een paar mooie items van de buitenkant. Dan gaan we naar de binnenkant. Dan beginnen we natuurlijk bij zo'n LU. Dan gaat het eigenlijk om de bedden. Nou, die zijn eigenlijk wel uniek gemaakt. Die zijn zeer royaal, groot. Hele goede matras erin voel ik hier. Ook als ik ga liggen. Echt een royaal bed. Ziekers worden erbij. Ja, zo zie ik echt een stuk kwaliteit van die caravan op weer afwerken. Ik zie wat hele moderne spotjes die erin zitten. Mooie verlichting. Ik zie de kasten boven die wel een indirecte verlichting in zitten. En wat mij opvalt, ik weet niet of dat op de camera goed overkomt, is dus een soort van hele mooie moderne houtkleur. Een soort van greywash erop, die hem dus heel modern afmaakt. De vierkante klep maakt het natuurlijk modern wat dat betreft. Indirecte verlichting schijnt naar binnen door. En voorzien van softclose, dus sluit automatisch. Heel mooi item is dat ook. Grote klep erop, waardoor er veel ruimte zit. Eigenlijk helemaal rondom hier zo. Dus ze hebben ook niet één kant wegbezuinigd, alles zit er gewoon in. En bij het enkele beddenmodel heb je alles aan een eigen hangkast. Dat is ook wel gaaf. Kijk, hier kan ik hem zo open doen. Ik kan de kleren er zo uittrekken, ik kan hem ervoor halen. Praktisch gemaakt. En voor mijn padden heb ik ook hier aan de andere kant. Ook heel praktisch. Kan ik hem ook weer naar voren halen. Daar zien we dan een mooi stukje afwerking van de stroomvoorziening. Aardigzaken, daar zit natuurlijk standaard in. Alles in groepen verdeeld. En dan kunnen we hier ook onder zo'n bed. We kunnen ook mooi onderkijken. Dan hebben we hier dus de bergruimte. Nou, we kunnen er ook makkelijk van buiten bij. Er zit ook standaard een groot sterrenbesluit in. Hier zien we wat details van die afwerking van die mover. Met een lithium accu. Allemaal standaard gemonteerd door onze monteurs. Watertank, 40 liter, standaard gemonteerd. Kun je op de controle kunnen zien hoe je hem bij kunt houden. Zal ik u dadelijk even laten zien. Dat is de linkerkant van het bed.
Aan de rechterkant heb je eigenlijk zo'n vergelijkbare ruimte. Die kan ik ook opklappen. Hier zien we een stoelkussen liggen. Met alle modellen die bij meer worden afgeleverd van het merk Adria. Standaard als de rol, lattenbodem mee. En je kunt het hier zo uittrekken. En dan zit de lattenbodem ervoor helemaal. En je kunt er helemaal een Lissimo bed van maken. Echt een heel groot bed. Heel leuk detail wat ik hier net heb onderzocht. Dat heb ik niet allemaal, maar deze wel. Dat is een hoofdlijn, maak ik omhoog kan. Kijk, deze is nu nog geborgd af fabriek. Maar die kun je zo omhoog klappen en blijft ook omhoog staan. Dan wordt je zitcomfort op lichtcomfort nog veel beter eigenlijk. Dat is de slaapkamer. Hier gaan we naar de keuken toe. Die is gewoon modern afgewerkt ook weer. Twee grote keukenkasten erin. Standaard voorzien van een stopcontact. Voorbereiding voor een magnetron eventueel. Zit er standaard in. Of weer een softclose, sluit automatisch. Standaard snijplank erbij. De aardrijd doen ze er echt compleet afleveren. Let ook op details. Drie grote gaspitten met elektronische ontsteking. Dus je hebt geen vuur meer nodig. Heel functioneel. En hier nog een leuk detail van Dometic. Dometic heeft voor Adria speciaal een koelkast ontwikkeld met de dubbeldeursfunctie. Wat betekent dat nou? Als je morgens uit de slaapkamer komt, kun je van deze kant open doen. Maar als je koken bent en je staat aan deze kant, kun je van deze kant open doen. Dus eigenlijk aan beide kanten heel praktisch te openen. Ik vind dat zelf persoonlijk een heel leuk detail bij de nieuwe Altea. Keukenlade, handige opberghaakjes erbij, hoort er standaard bij. Hier een keukenlade. Hier nog een mooie kast. Extra bergruimte hieronder. Dus heel veel bergruimte in die keuken. Modern. Hier zitten wat IKEA-elementen. Daar werkt de AD ook graag mee samen. Je kunt dus modulair ophangen. De spulletjes die je graag mee wilt nemen. Is ook los makkelijk bij te kopen wat dat betreft. En dan komen we hier in de toiletruimte. Draai dat maar eens even met de camera aan. We zien eigenlijk 3-in-1. Ik weet niet of jullie het allemaal gelijk zien. Maar ik zie het nu op zich wel. We hebben hier weer de douche. Dus hier kun je compleet in douchen in deze caravan. Dat is natuurlijk handig in de caravan. Als je graag wil, dan kan ik even buiten via het raam naar buiten. Praktisch. Hangkastfunctie zit er gelijk in. Kun je makkelijk wat spulletjes weghangen. Deze kant hebben we de wasruimte. Hier kan ik me morgens lekker opfrissen. Met een heleboel bergruimte waar ik ook heb. Dat is echt moeilijk te zien. En toilet voor de behoeften. Kan ik hier ook goed zitten. En hij is ook heel ruim. Dus je hebt eigenlijk binnen een vierkante meter heb je drie ruimtes heel royaal. Douche, toilet en wasruimte. Dat houdt deze caravan dus ook zo compact. Waardoor je dus eigenlijk in een compacte maat alle ruimtes verder gewoon zo groot en zo toegankelijk hebt. In de zit hebben ze hier de kast mooi afgesteld. Dus je kan hier makkelijk gaan zitten. Een rondzittafel. Mooie sierkussens in de hoek voor de zitcomfort. En wat er ook nog wel opvalt, zijn de wanden. Die zijn van Simafor isolatiemateriaal gemaakt. Dit is een soort van vilt is dat. En dat is het voordeel dat het een hele fijne woonbeleving heeft. Het is licht in gewicht. En geeft gelijk mooie accentkleuren. We hebben ze bij Adria ook gezegd, als ze dat echt mooi willen afwerken. Ja, dan moeten we gewoon die meest luxe plissé cassettes van Remus erin doen. Die zijn dus plissé. Daar zijn ze met verduistering en met hor. Kun je ook tegen de inkijk mooi gebruiken. Dus dan kun je op deze manier standaard heel makkelijk bedienen. Het is uniek dat er in deze prijsklasse standaard in zit. Heel mooi systeem is dat. Nou, de kussens zitten fantastisch. Ze hebben die eigenlijk een beetje afgekeken van de Alpina serie. Dat zitcomfort is gewoon geweldig in de caravan. En wat dan nog een hele leuke noviteit is deze caravan. Vroeger moest je alle kussens aan de kant doen en dan de kussen omhoog in de bankkast. Nou, dat hoeft niet meer. In het nieuwe ontwerp hebben Adria er goed over nagedacht. Als je de rugkussen wegpakt, kun je het met één handeling het hele kussen makkelijk omhoog doen. Dus je bent bij de hele bankkast makkelijk bij. Dat is ook echt een noviteit. Dat zullen de komende jaren meer merken gaan toepassen. Maar Adria is daar dus trendsetter mee. En onder andere worden een van de redenen dat ze natuurlijk kerk van het jaar zijn geworden. Naast de zit waar ik aan die kant eruit kwam, zie je hier een grote lade zit op met een softclose. Kachel zit er ook in met een ringverwarming. Dat is de Truma 3002. En hier dan weer een paar mooie details. Hier heb je de bordenschakeling. Standaard natuurlijk warm en koud water erin. Stopcontacten. Vloerverwarming is al standaard. USB stopcontacten. Televisie voorbereid. Zit er allemaal in. Het waterniveau gaf ik net aan het begin van de presentatie. Daar kun je dus ook mooi zien. Als je deze indruk hebt, heb ik hier een centrale schakelaar. Die kan ik draaien. En dan kan ik hier dus het waterniveau zien wat er nog in de watertank zit. Nou, ik kan ook de airconditie in de gaten houden. Dus ik kan die verschillende technieken makkelijk uitlezen. En dat is gewoon heel handig in het gebruik van die caravan. Dat je altijd alles voldoende goed op voorraad hebt. Let ook eens op de mooie details van die bakjes hier. Die zijn draaibaar. Kijk, net zoals gebruik je zo vult. Je kunt de hoogte instellen. Dus ja, Adria, let echt wel op het gevoel van dat het vrij goed moet zijn. Hij is natuurlijk niet voor niks kerf het jaar geworden. Nou, die Altea, die hebben we dus nu ook in onze last summer sale, last minute verkoop. Die 492 LU.
Nou, bij Meerbeek hebben we nu voor een speciale prijs. Als je deze caravan aan fabriek koopt, dan moet je natuurlijk nog de mover toevoegen, die 505 FL. De lithiummaker kun je nog toevoegen. Dit is stoffering Selena, vloerverwarming, afdrukplank, extra laadvermogen. Dan komt die uit fabriek op een prijs van €34.569. Nou, wij van Meerbeek kunnen door gigantisch inkoopvoordeel hier een korting opgeven van bijna €3600, €3574. En dan kom je op een totaalprijs van €30.995, helemaal compleet afgeleverd bij Meerbeek in Doetinchem. Alle accessoires zijn vakkundig gemonteerd. Het is dus de caravan van het jaar. Nog een paar leuke details. Hij is ook royaal onder de 7 meter. Totale lengte is 6,90 meter van deze caravan. Het eigen gewicht zit rond de 1100. Het laadvermogen kunnen ze kiezen tussen 1350, 1400 of 1500. Dus je hebt altijd voldoende laadvermogen in deze mooie Altea. Modeljaar 2023. Zijn jullie enthousiast geworden van deze presentatie? Dan zou ik zeggen, kom snel naar Doetinchem in onze showroom. Wij kunnen snel leveren. Dan wil ik eigenlijk van de cameraman vragen, die weet het volgens mij wel. Als je bij Meerbeek zo'n mooi model hebt gevonden, hè, hoe lang duurt het dan voordat hij afgeleverd kan worden? Volgens mij was dat toch binnen de 24 uur? Wij gaan inderdaad binnen de 24 uur, dat is correct. Dus zijn jullie toe aan vakantie? Wij staan klaar om jullie te helpen. En dan zou ik zeggen, meer informatie www.meerbeek.nl. Dan zou ik zeggen, tot ziens in Doetinchem.